Misschien kunnen we gewoon trolldekje gebruiken, man. We kunnen gewoon een trolldekje gebruiken. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat wij dit hebben gedaan. Maar vandaag gaan wij een road to iets doen. Road to iets. En ik ga jullie meteen vertellen wat ik ga doen. We gaan de road to Electro Valley doen. We gaan proberen deze aflevering Electro Valley te bereiken. Momenteel zitten wij op 3358 trofeeën. We hebben in het verleden ook al een road to 3000 trofeeën gedaan. Als je wil weten hoe die aflevering is gegaan, of we dat gehaald hebben, ja of nee, klik dan eventjes op het i'tje wat daar nu erbovenin verschijnt. Daar gaan wij de 3000 proberen te halen. Daar ben ik dus al wel overheen, maar of het in die aflevering is gebeurd, dat mag je dus zelf eventjes uit gaan zoeken. Maar nu gaan we dus voor de 3400 trofeeën. En dat is helemaal leuk, omdat de Electro Valley de nieuwste is. De nieuwste arena, die is pas een paar dagen geleden uitgekomen. En ik kan daar dus een nieuwe kaart. Ik kan daar die Sparkies, hoe noem je dat? Ik heb geen idee hoe die kleine dingetjes heten. Maar die kan ik in ieder geval dan gebruiken. En binnenkort komt er trouwens een nieuwe kaart aan, de Royal Ghost. Hebben jullie dat ook al gehoord? De Royal Ghost. Ik ben echt heel erg benieuwd wat hij doet. Hij schijnt eerst invisible te zijn. En als hij gaat attacken, dan pas ziet de enemy hem. Jullie zien hem hier. Die kan ik al vanaf Arena 10. Dus die ga ik sowieso proberen te krijgen natuurlijk. Maar nu eerst gaan we proberen Electro Valley te halen in deze aflevering. In principe, als het goed loopt, dan gaan we, is het in twee games is het gedaan. Als ik twee games achter elkaar win, dan ben ik in die arena. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Dan heb ik het niet gehaald. Ik ga in ieder geval niet een uur lang filmen of een uur lange video voor jullie maken. Dat is ook niet leuk voor jullie. Maar we gaan in ieder geval proberen het te halen. Weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Ik moet me wel een beetje concentreren. Want ja, ik zit nou wel echt op een toppunt. Tenminste, op het hoogste wat ik ooit heb gezeten. En als ik me niet concentreer en alleen maar met de camera bezig ben, dan is het een beetje rip. En we willen natuurlijk winnen. Dus ik zal wel een beetje benoemen hoe of wat. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de Gold Rush. Dus die wil ik ook graag halen. Dus laten we dat gewoon eens eventjes kijken of dat gaat lukken. Oké, searching opponent. Oké, gebruik natuurlijk. Nee, ik heb verkeerde deck volgens mij. Nee. Nee, ik heb een deck van de vorige opnames nog. Nee. Oh, fuck. Ik heb een verkeerde deck. Oké, we moeten met een compleet andere deck moeten we nou spelen, jongens. Shit, wat een faal. Wat een faal, Dion. Dit is waar de pineut. We hebben namelijk, kijk, klik ook even op dit i'tje nu. Aan de beeld komt. We hebben dus een trolldeck opgenomen. Ik weet niet of die nu al via online is gekomen of nog niet. Maar ik heb dus nu een trolldeck ingesteld. Shit, man. Dit is echt. Ik ben echt de lul. Ik ben echt de lul. Oh, shit. Dit is rip. Mijn tower is ook weg. Hoe moet ik hiermee winnen? Dit is toch niet leuk meer, man. Dit is niet leuk. Nou. We staan dus wel achter nu. Ik ben bang dat we dus straks 3 games achter elkaar moeten gaan winnen. Want het gaat elixirverlies opleveren. Shitzooi, man. Ik baal je echt van. Ik baal je oprecht heel erg van. En ze worden naar voren gepusht in plaats van naar achter. Fuck yeah, super nice. Wacht, misschien kan ik hier counteren. Wacht even. Elite Barbarian. We gaan het gewoon op deze manier proberen. En afgelopen. Ga zitten. Oké, we klonen ze als ze daar zijn. Kloon. Misschien kunnen we gewoon een trolldekje gebruiken, man. We kunnen gewoon een trolldekje gebruiken. Wat is dit, man? We hebben gewoon live de trolldeck gebruikt tegen de andere persoon. En nu staan we, ja, een soort van gelijk. Niet helemaal. We staan een soort van gelijk. Oké, dat was weird, jongen. Dat was heel erg raar. Oké, we gaan in ieder geval proberen dit niet te verliezen. Ik ga mijn best doen, jongens. In ieder geval, die middelste tower is bijna kapot. Nu moeten we dus echt even concentreren. Want anders, ik wil eigenlijk deze ook al winnen. Het zal echt wel een stunt zijn trouwens, als we dit nu al zouden winnen. Minions, let's go. Werkt dit lock? Volgens mij doet een lock niks. Oh, die doet wel wat. Nice. Hij springt. Nice. Ah, hij heeft geen damage gedaan. Nice. Oké, dubbel elixir. Dat is positief. Misschien kunnen we het daarmee doen. Ik gebruik dan... Ik ga heel even kijken wat hij gaat doen. Dat bedoel ik. Hij ging wat doen wat waar ik al bang voor was. Ah, miste ik ze nou? No, oké, nu is het rip, denk ik. Oh shit, en nu moet ik het weer gelijk trekken. Ah, come on, defenders. Nee, come on. Oké, ik doe het even zo, misschien werkt dit. Dit werkt. Oké, nice. Nu moeten we gaan aanvallen, alsof het ons leven ervan afhangt. Elite barbs, links. Oh shit, misschien kan ik ze klonen straks. Hij doet het ook. Go, witch. Kom op, witch. Doe er wat aan. Nee, kom op. Bomberman, bommers.
No! Kom aan! Nee, en ik heb hem ook niet. 15 seconden nog. Nee, hij heeft me. Oh, wat een blunder voor mij dat ik niet eerst mijn goede deck heb geselecteerd. Wat een blunder. Nu moeten we dus 3 games in een row winnen om dit te gaan halen. Ja, we gaan het dus gewoon op deze manier. Ik ga even mijn chest openen. Dat is misschien ook wel even fijn. Zo, boom. Misschien zit er wat in. Nee, zit er iets bijzonders in. Ik moet natuurlijk ook nog die nieuwe kaart hebben. Die Hunter. Oké, maar we gaan even ons deck. Dit is mijn deck, jongens. Maar ik had een trolldeck ingesteld. Vervelend. Maar we hadden wel bijna gewonnen, though. Het was op zich wel een grappig potje. Maar ja, jammer dan. We gaan nu in ieder geval proberen 3 games te winnen. Dat is ons doel. Dat gaan we proberen. En laten we gewoon beginnen met die Wizard. Links onderin. Trouwens was niet. Ja, was geen slechte zet. Was ook geen goede zet. Ik had eigenlijk even moeten wachten met iets anders. Want eigenlijk is die best wel essentieel voor mij. Deze. Oh nee, die bed zijn geplaatst. Snap je? Bed. Haha. Oké, we hebben in ieder geval zijn prins, maar die heeft veel damage kunnen doen. En oh shit, dan moet ik hier nou tegen doen. Een bomber moet ik hiervoor inzetten. Oké, nou we hebben in ieder geval nu pas onze golem, maar onze linker tower is al bijna down. Wordt dit weer zo'n faal video of wat gaat het worden, jongens? Wat gaat het worden? Ik begin hier met die golem. Die golem laat ik hier eventjes, zodat hij in ieder geval dat die knight in ieder geval... Waarom wordt die pushtje hem weg? Dit kan in zo'n funny moments, jongens. Dit is zo'n moment dat hij in zo'n funny moments video kan. Hij pusht hem weg uit mijn tower range. Wat is dit? Golem, wat ben je me aan het vernederen hier? Oké, dat heeft ook geen zin meer om die te doen. Maar misschien dat we zijn linker tower met onze stiekem goblin barrel kunnen gaan pakken. Niet echt. We zijn in de buurt. We staan voor. Wow, we staan voor. Wat is dit? Dit is raar. Ik sta niet vaak voor. En zo, bam. Oh shit. Nee, weer zo'n prins. Fuck, nee. Die prins heeft het genaaid. Shitzooi. We staan achter. Officieel. Oké, pak een prins. En boom. Alright, hij is down. Dit is naar. Dit is heel naar. Oké, nu moeten we even echt even concentreren. We moeten die linker tower pakken. En die heeft nog maar 500 AP. Dus dat gaan we ook even met de golem doen. Shit, ik heb de golem eigenlijk te ver naar voren geplaatst. Maar ik ga even kijken wat hij er tegen gaat doen. Hij gaat er niet heel veel tegen doen. Dus ik ga die bats hier achter even... Oh nee, hij countert mijn bats heel hard. Hoe kan hij dat nou weten? Maar volgens mij hoef ik niets meer te doen daar. Volgens mij is dat vrij zeker een... Ja, oké, die heb ik. Die tower die heb ik in ieder geval. Het staat nog qua towers in ieder geval gelijk. Laten we dan eventjes hier een wizard plaatsen. En een bom, zodat we hier in ieder geval... waar ga je niet? Tjuken! Nice, hij heeft hem. Oké, nice. En dan doe je zapje. Boom. En... Oh shit, eigenlijk is het heel slecht. Nee, je gaat me niet finishen nu. Hij heeft me gefinished. Oh my god. Waarom gaat het dan op opname zo slecht? Ik vind het zo jammer. Ik had zo graag met jullie dit gehaald. Ik ben bang dat we dit gaan halen. Maar we gaan gewoon nog een potje doen. We hebben scheid. We gaan nu gewoon keihard winnen. Ik ga jullie laten zien dat dit deck gewoon werkt. En dat mijn tactiek werkt. We hebben nou 2 games achter elkaar verloren. Dat is gewoon heel erg jammer. Kan ik op dit moment ook verder niet heel erg veel aan doen. Oké, we doen die en we doen die eventjes om te defenden. Eigenlijk is het best wel overkill. Ik heb heel veel elixir geweest, ben ik bang hier. Maakt ook niet heel erg veel uit verder. Ik hoop in ieder geval wat damage te kunnen doen aan deze kant. Eigenlijk had ik alleen die bommen moeten plaatsen. Had ik wel wat meer damage gekregen, maar had ik die Inferno Dragon aan de rechterkant kunnen gooien. Nice, hij heeft hem nu ingezet. Mooi, hij heeft de grootste counter voor mij heeft hij ingezet. De Inferno Tower. En die Inferno Tower... Die countert mij, dus zoals ik net al zei. Dus laten we die golem even... Oh, die golem heb ik echt veel te vroeg geplaatst. Die heb ik veel te vroeg... Oh, ik ben zo retard, jongen. Niet te zuinig. Ik zap dit eventjes. Dan is in ieder geval daar zijn we klaar mee. Oké, we hebben hier een Hawk Rider waar we last van gaan krijgen. Wat gaan we doen? We moeten eventjes nieuwe tactiek hebben, want dit gaat fout anders. Sterker nog, het gaat relatief fout. Oké, dat is natuurlijk de bomberman. Die kan natuurlijk geen air pakken. Is logisch... wat gaan we doen? We gaan even stiekem een rechtse push maken. Even kijken wat hij daar gaat doen. Of hij daar wat tegen gaat doen. Een Valkyrie ga ik hier pakken met mijn bats. Als het goed is dat ook zo voorbij. Kijk, hij pusht en popt daar zijn Inferno Tower. Op zich niet zo'n hele slimme actie van hem. Ik ga gewoon nu beginnen met mijn golem. Helemaal achterin. We gaan even wachten, kijken wat hij gaat doen. Mijn golem, ik hoop dat die Inferno Tower van tevoren al kapot is. Ik denk het wel. Ik denk dat ik dat goed heb ingeschat. Hij heeft er ook één. Oké, nu moeten we dus actie ondernemen. We moeten ervoor zorgen dat zijn golem zo snel mogelijk kapot is. Nu gaat hij kapot. Niet nu, maar zometeen. En dan gaat mijn golem gaat nu... ik krijg nu alleen damage van zijn tower. Dan gaan we met de goblin barrel. Oké, hij heeft wel mijn tower. Nou ja, fair enough. Dan kan ik mijn leven. Oh shit. Oké, ik gooi je fireball.
Shit, hij weet het wel te counteren, man. Maar we hebben zijn tower. We hebben zijn tower in ieder geval. Daar gaat het om. We hebben Keat gespeeld hier. Sterker nog, we kunnen wel een aardige push opleveren hier. Want dan heb je natuurlijk de... niet echt. Oké. We pakken hier de Hog Rider. Doet niet super veel damage. Laten we dan nu weer beginnen met de Golem. Hij heeft ook een Golem. Oké, die ga ik dus nu counteren met mijn Inferno Dragon. Dat is het makkelijkste. Dat is het beste. Dat gaan we gewoon doen. Oké, we hebben 24 seconden. We staan gelijk. We staan praktisch gelijk. En, oké, mijn Inferno Dragon heeft dat super nice gedaan. Waarom gooit hij daar een... Wat is dit voor een tactiek? Wat is dit? Even kijken. Dat is een hele aparte tactiek. Maar het werkt wel, want volgens mij gaat... Oké, gaat wel de goede kant op. Nice. Oké, nog een golem. Twee golems. Let's go. Let's go. Twee golems en een fireball. En dat gaat dat weg. Twee golems op zijn tower. Dit kan niet meer fout gaan, toch? Goblin Barrel in de rechterhoek. Ja, dit kan niet meer fout gaan, man. Er staat ook nog een Bomberman achter, hè? En let's go. Go, 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 go. Ik denk dat we het gewonnen hebben. Deze hebben we in ieder geval gewonnen, jongens. Ik zei het toch, het werkt wel. Twee golems, dan is het sowieso afgelopen. Want golem is al moeilijk. Twee golems is nog moeilijker. Oké, jongens, we gaan nog één battle doen. En daarna is het afgelopen. Ik kan jullie al wel verraden dat we het niet gaan redden. Maar als jullie nou willen dat wij dat ik hier nog een keer ga doen. Dat ik het nog een keer ga proberen te halen. Dat ik ongeveer één of twee games nog moet spelen om het te halen. Zodat ik het ga recorden. Zet het even in de reacties en drop die like zeker weten even. Als we de 3000 likes gaan halen, dan ga ik dat sowieso eventjes voor jullie doen. Dus ja, dat, ik moet een beetje kijken of jullie dit leuk vinden uiteraard. De vorige keer vonden jullie namelijk heel erg leuk dat ik zo'n road to do. Date, doe. Ja, zoiets. Oké, ik ben helemaal niet aan het opletten, jongens. Ik moet natuurlijk wel gewoon winnen. Zo, bam. Oh shit. Die bats zijn irritant. Omdat hij natuurlijk focust op die giant. Oh god. Oké, dat is echt een grote faal voor mij. Moet niet zoveel uitmaken. We kunnen altijd nog comebacken. Natuurlijk kunnen we nog comebacken. Laten we dan aan de rechterkant comebacken. Ik pak mijn golem. Die ga ik plaatsen. En dan ga ik even kijken wat hij gaat doen. Hij heeft nou die witch natuurlijk daar staan. En die witch die gaat hoogwaarschijnlijk niet op de tower, maar op mijn golem focussen. Oké, heeft hij ook een knight. Ik gooi daar een Inferno Dragon voor. En ik ga hier eventjes zappen. Oh shit, die zap heb ik later moeten doen. Nou, jammer dan. Ik gooi hier ook eventjes een Bomberman. Die gaat als het goed is die Nightwitch even klaren. Ja, dankjewel. En oké, onze ding is bijna kapot. Maar misschien hebben we nog in de Goblin Barrel nog wat kunnen doen. Denk het wel. Ah, nee, is niet super. Is niet super, want die witch die heeft daar best wel veel macht nog weten te behouden daar. We hebben wel wat damage kunnen doen, maar niet veel. Laat ik nog even... Oh, die fireball. Please, 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 please. Daar net. Oké, mooi. Daar deed het voor. Bet ze nog eventjes erbij. En we zappen het eventjes kapot. Hij heeft een witch en een night witch. Ik zie die combinatie ook niet vaak, hoor. Het is een beetje overkill naar mijn idee. Maar ja, het werkt wel tegen mij. Dus zo slecht is het niet. Oké, wat hebben we nog meer? Oké, dubbele elixir. Nu moet het komen. Nu moeten we het gaan doen. We pakken een golem. En we moeten echt even opletten wat hij doet. Hij heeft nou een night witch geplaatst. Dat betekent dat hij air heeft. En ik niet zoveel. Hij gooit ook bats. Oké, die bats ga ik counteren hiermee. Zo. Oké. Dit is een goede setup, denk ik. Sterker nog, ik denk dat dit hem is. Ja, kom op. Nee, de bom. Shit. Oké, ik ga hier... Oh, shit. Hij heeft... Oh my god. Hij heeft het geklaard. Oké, Goblin Barrel. Please fix this for me. Please. Come on, do it. Oh shit, die... Oh my god. Het is zo sterk wat hij heeft. Het werkt zo goed tegen mij, dit. Het is insane. Ik ben bang dat ik die tower niet eens down ga krijgen. Ik ben bang dat dat niet eens gaat lukken. Oh shit. Het gaat niet lukken. Ik ga op mijn hoofd zetten op mijn laatste Goblin Barrel. Maar ik denk niet dat dat wat gaat uitmaken. Ik denk het niet. Want ik heb hier zelf wat moeite. Misschien wel. Ja, linker tower. Maar hij heeft mijn tower ook. Nou, alright. Fair enough. Ik heb zijn tower. Ik heb wat gold gekregen daarvoor. Hij zegt thanks. No problem, dude. Hij is level 9, dude, trouwens. Hij was level 9. Dat is super underleveled. Nou ja, maakt het niet uit, jongens. Ik hoop dat jullie het toch hartstikke leuk vonden deze aflevering. Helaas hebben we het dus niet gehaald. Ook vanwege de enorme val aan het begin. Waar ik echt van baal. Want ik denk, als ik dat had gehad, dan had ik als ik die had gewonnen. En die game won, daarna won ik volgens mij wel. Dus dan had ik het gehaald. Fucking hell. Oké, nou jammer dan, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer, reageer, like op deze video. Klik even op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Peace out.